Zoek jij nog coins? Ga dan naar www.justfifacoins.nl. De link staat in de beschrijving. En dan even betalen niet de code HARD, alle in hoofdletters, te gebruiken voor 5% korting. jullie mensen, ik ben Mark Twaart, en uh, jullie gaan mijn teams in FIFA zien. sommige kennen jullie al, sommige nog niet. Uh, maar daar gaat het deze video nu om. Um, ik zou vertellen waarom ik niet op kamers ga en daar was ik aardig hyped over natuurlijk lange tijd. Want dan kon ik streamen, joh, zelfstandigheid... Dat klinkt natuurlijk helemaal geweldig. Um, ik heb er zelf voor gekozen om het niet te doen, trouwens. Er is geen factor van buitenaf die heeft ervoor gezorgd dat ik het niet kan doen. Um, de reden dat ik het niet doe is uh, dat ik het gevoel heb dat het mentaal niet zou werken. En dan denk je van: hoe de fuck werkt dat? Um, zoals jullie weten ben ik heel blij met YouTube. Dat, dat vind ik heel leuk om te doen. Dat, dat is wel duidelijk onderhand, lijkt me. Um, waar ik echter niet blij mee ben, is um, hoe ik zelf school presteer. Uh, ik ga dit jaar net over, echt net aan, mag ik naar mijn tweede jaar door. En daar ben ik niet blij mee, um, want ik verwacht meer van mezelf. Uh, ik begon, voor wie dit niet weet, uh, ooit op gymnasium. Toen ging ik Atheneum doen. Toen moest ik naar HAVO. En nu doe ik HBO. dus, En voor mijn gevoel. Het is in het vijfde schooljaar op rij dat ik uh, mezelf teleurstel qua wat ik kan, zeg maar. Omdat ik, ik weet dat ik beter kan, uh, alleen het, het wil niet lukken. En dat, dat zorgt bij mijn mentaal voor allerlei dingen. Dat ik ga denken van, oh god, kan ik het wel? Je, dat je aan jezelf gaat twijfelen, dat, dat komt er dan heel erg in. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Uh, daarnaast, ja, we, hoe leg ik het uh, Het is niet gemakkelijk makkelijk voor mij om over te praten, maar... Um, het is voor mij heel vreemd om dan um, positief te blijven denken... Over onder andere school. En ook gewoon andere dingen. Want als ik dan bijvoorbeeld zo zit, weet je dan. Dan vragen mensen bijvoorbeeld van af een maand geleden. Ik zeg trouwens heel veel of zo. Mijn excuses daarvoor. Maar die vroegen bijvoorbeeld een maand geleden. Van kom je het WK kijken? Um, dan, dan denk je dan van dat is fucking leuk. Weet je, weet je WK kijken met maten. Dat is helemaal prima. Um, doordat ik zo weinig um, voor mijn gevoel gepresteerd heb. Op het gebied van school. En ook gewoon naar buiten. Maar dat, dat is iets voor later. Uh, voor een andere video door ik zo weinig presteerd heb op school heb ik het gevoel dat ik um, gewoon heel weinig qua school goed kan doen. Um, misschien kan je dat wel begrijpen, aangezien het voor mijn gevoel om mijn vijftien jaar prijs dat ik mezelf teleurstel. En niet dat ik vijf jaar reis ben blijven zitten ofzo. Ik heb wel mijn examens gehad natuurlijk, maar daar, ook daar was ik niet tevreden over. Maar um, ik ben dan gewoon niet tevreden met mezelf. En ik, ik kan weinig, ik kan moeite met plezier hebben in dingen, omdat ik gewoon teleurgesteld ben in hoe ik zelf presteer. Uh, dat zorgt er vaak voor dat ik uh, niet heel veel afspreek bijvoorbeeld Als mensen een uh, maat van vroeg laatst heb je zin om met mij niemand anders te gaan karten. Um, misschien kijkt deze video wel, dat weet ik niet. Um, dat, dat klinkt natuurlijk als fucking awesome natuurlijk, karten. Wie, wie houdt er niet van karten? Maar ik heb gewoon heel veel moeite met plezier hebben in dingen buiten YouTube om. Of met mensen gewoon uh, uit mijn persoonlijke klingen die ik ken, gewoon maat, die ik al jaren van school ken of gewoon vier andere dingen heb leren kennen. Omdat me gewoon heel veel dingen. het boeit me niet meer. Ik heb zoiets van, weet je wat, ik ga het wel doen en zo. En dat heeft ook met depressie te maken. En als je die video nog niet hebt gezien, ik zal dat wel uh, in de beschrijving linken. Dan kun je die video zien als je dat nog niet gedaan hebt. Maar ik ga, de, ik ga dus gewoon niet op kamers omdat uh, ik geen vertrouwen heb dat het mentaal goed gaat met mij. Als ik dan weer faal met school of niet goed genoeg doe voor mijn gevoel met school, dan, dan zie ik mezelf niet op hebben, want ik zit daar in mijn eentje natuurlijk. Althans, ik heb niet echt directe kennis ofzo. Dus, um, ja, het wordt, het wordt voor mij heel vreemd om dan in mijn eentje daar te zitten en problemen in mijn eentje op te moeten gaan lossen. Uh, zonder direct vrienden of andere kennis om me heen. En ik heb het gevoel dat dat gewoon niet voor mij gaat werken. Wat zal er dus op YouTube gebied voor zorgen als enige verandering? Dat ik waarschijnlijk niet zou kunnen streamen, tenzij er opeens een wonderbaarlijke verandering komt in mijn internet thuis. Maar, ja, het, het gaat de komende tijd niet gebeuren. Dus... Ik hoop dat dit wat duidelijkheid heeft geboden. Mocht je nu nog steeds geen idee hebben van waarom de fuck ga je nou niet op kamers. Basically, um, ik heb gewoon zoveel um, gedoe met mezelf. I guess, als dat logisch klinkt. Dat ik dat gewoon niet zie werken. Maar goed, um, ik hoop dat jullie dit een, een informatieve video vonden. Als je bij een van deze teams het gevoel hebt van, uh, dit lijkt me een goed team. Ik sta 100% achter deze teams. Dus als je ze wil maken, zeker weten doen. Ik ben Mark, like als je het nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie morgen. Doei.